Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is wel al laat, het is namelijk al 8:30. Ik heb vandaag eigenlijk de hele dag niet gevlogd. Maar ik heb gewoon even een fijn dagje met mama gehad. We hebben lekker geluncht vanmiddag. Daarna zijn we naar de kringloop geweest. En daar heb ik niks gekocht helaas, want ze hadden niks leuks. En daarna ben ik thuis gaan editen. Dus vandaar dat ik nog niet deze vlog ben begonnen. Maar goed, ik ben er weer met een nieuwe weekvlog. Ik heb vorige week niet gevlogd. Dat kwam omdat mijn MacBook stuk was gegaan. Daar heb ik in de vorige video ook dingen over verteld. Maar daardoor kon ik niet vloggen. Want ja, mijn MacBook was stuk en ik kon niks editen. Dus toen heb ik dat opgegeven. Maar goed, nu ben ik er weer met een nieuwe vlog. Yay! Het beeld is een beetje veranderd, want mijn camera viel uit. Maar wat ik wilde zeggen, ik ben deze week niet in Tilburg. Want ik heb lekker vakantie. Ik heb lekker een weekje vakantie. Het is nu carnavalsvakantie. Ik heb geen carnaval gevierd afgelopen weekend. Ik had er gewoon echt geen zin in. En ik was veel te moe. En het was gewoon klaar. Maar nu ben ik dus weer lekker thuis bij mama. En ik blijf hier nu een weekje. Ik ga ook heel veel leuke dingetjes doen deze week. Dus dat ga ik allemaal voor jullie filmen natuurlijk. Maar het is wel fijn om even deze week thuis te zijn. Want dan kan ik ook mijn familie weer zien. En ja, ik ga ook wel leuke dingetjes doen. Maar ook gewoon wel een paar dagjes gewoon lekker thuis. Dus ja, ik ga nu heel even koor doornemen. Want we moeten helaas gewoon nog wel door aan school. Of nou ja... Helaas, ik vind het natuurlijk helemaal niet erg om te doen. Maar ik ga heel even koor doornemen. Want we hebben bijna ons koorconcert. En ik moet even allemaal partijen doornemen. Dus dat ga ik deze week ook zeker doen. Ik heb trouwens nog steeds deze Microsoft Surface die ik mag uittesten. Ik ben er tot nu toe echt wel heel erg tevreden over. Het is echt een hele fijne laptop. Ja, ik raad hem zeker aan voor mensen die nog een laptop zoeken. En dan vooral als je gaat studeren of whatever. Want ik denk dat dit echt een super goede laptop daarvoor is. Want hij is echt heel erg licht. Hij is niet heel groot. Je kan hem heel makkelijk in je tas doen. En ja, het is gewoon een hele fijne laptop. En hij werkt ook echt heel erg goed. Dus ja, echt wel een aanrader. Maar kijk nog even op mijn Instagram in mijn story. En hou dat even in de gaten. Want daar ga ik nog wel wat meer info geven. Maar ik ben echt wel blij dat ik deze nu even mag gebruiken. En ik zou hem echt zeker aanraden. Het is echt een hele fijne laptop. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag. Wow, ik ben nu al de dagen kwijt. In de vakantie vind ik het gewoon heel erg gek. Maar goed, in ieder geval, het is dinsdag. Het is 3:10. Ik ben vanochtend naar de tandarts geweest. En helaas heeft Pamela een gaatje. Jee! Het is wel mijn allereerste gaatje in mijn leven. Dus daar ben ik toch best wel trots op. Dat ik dat pas op mijn 20ste mag meemaken. Maar goed, ik moet dus donderdag weer naar de tandarts om mijn gaatje te laten vullen. Om 7:10 ochtends. Ze heeft ook gelijk mijn hele gebit schoongemaakt. Alle tandsteen weer weggehaald. En ja, ik heb weer lekker een schoon gebitje. Dus dat is wel fijn. Zometeen ga ik lekker naar mijn vader toe. En dan zie ik mijn stiefmoeder weer. En mijn zusjes en mijn broertje. Want die heb ik echt beschamend lang niet gezien. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ik word over ongeveer een half uurtje opgehaald. En dan ga ik lekker naar papa. En daar heb ik heel veel zin in. Tom, wat gaan we doen? Slijm maken. Leuk. Even roeren, hè Tom? Ja. En nu al dat erin doen. Wow, hij doet het. En het slijm is echt bijna klaar. Nou, het is wel klaar hoor. Nou, het is klaar. Wow. Oh, ik moet helemaal naar achter. Zo, ik ben weer lekker thuis. En ik heb echt een heel fijn dagje gehad bij papa. Ja, het was gewoon echt heel fijn en gezellig. En ik denk dat ik deze week misschien nog wel even een keer langs ga. Soms is het best wel gek om te beseffen dat ik mijn familie eigenlijk best wel weinig zie. Door school. En doordat ik natuurlijk in Tilburg woon. Dat is soms best wel gek of zo om over na te denken. En dit is natuurlijk voor een goed doel. En het is ook voor een heel leuk doel. Maar toch is het soms wel een beetje... gek om te bedenken dat ik mijn familie eigenlijk best wel weinig zie. Ja, mijn moeder zie ik op zich wel gewoon genoeg. Maar ja, de rest van mijn familie eigenlijk veel te weinig. Maar ja, dat is niet anders. Goed, ik ga nu lekker in bed. Of ik ben al in bed. Ik ga lekker nog even serie kijken en dan ga ik zo meteen slapen. Want ik ga morgen iets heel erg leuks doen. Maar dat vertel ik morgenochtend wel. Dus ja... Goedemorgen, het is vandaag woensdag en vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk vandaag naar Friesland. Ik ga bij Kees op bezoek, want die woont in Friesland. En dat is helemaal leuk. Maar dus, Pamela gaat voor het eerst vandaag alleen lang rijden. Want het is een uurtje rijden ongeveer, ietsje meer. Maar ik heb eigenlijk nog nooit helemaal alleen zo lang gereden. Ik heb wel al lange stukken gereden. Naar Tilburg bijvoorbeeld, maar dan zat mama ernaast. Dus vandaag gaan we dit helemaal alleen doen. Ik ben benieuwd of ik het overleef. Nee, ik ga het sowieso overleven, maar het is toch wel even een dingetje. Het is toch wel spannend, merk ik aan mezelf. Maar ja, je moet dat toch ooit een keer doen. Ik kan niet eeuwenlang met mijn moeder naast me rijden. En ja, hè, je moet toch een beetje oefenen daarin. Maar ik heb er wel zin in. Ik zet muziek op en ik overleef het. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Maar ja, ik heb dus ook echt heel veel zin om naar Kees te gaan. Het wordt echt super gezellig, denk ik. Ik ben nog nooit in Friesland geweest, dat is ook leuk. Ja, dat ga ik vandaag doen. Oh, nou, Pam zit in de auto. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Dat klinkt heel stom, maar ik denk dat mensen dit wel herkennen die... ja, ik heb nu al een jaar mijn rijbewijs, maar ik rij gewoon niet zo heel erg vaak. En ik rij ook niet vaak lange stukken. Dus ik denk dat heel veel mensen wel herkennen dat het best wel spannend is als je voor het eerst, zeg maar, alleen een stuk gaat rijden. Ik vind het echt heel spannend, maar het komt allemaal goed. Ik ga even een playlistje opzetten. Nu zit ik dus wel te denken welke, want ja... Dan moet ik het wel overleven, hè? Oké, nou, ik ga rijden. Jullie zien me straks veilig in Friesland. Ik heb het overleefd. Ik ben beland in Friesland. Mijn auto, ja, mijn auto leeft nog. Of nee, mijn moeders auto. Ik leef nog. En ik ben met Kees. Hey. Ja. Waar zijn we, Kees? We zijn nu in de Walrits in Sneek. En dat is echt de beste nachos, vind ik. Zo. Nou, dat moet ik nog, nee, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog even, nog even beslissen. Proeven. En die gaat we proeven. Lekker maar spontaan. We gaan in Tilburg altijd naar de Amber. En daar hebben ze ook best lekkere nachos. Ja. Maar ik zeg altijd dat ik deze lekkerder vind. Dus... Nou, we gaan het merken. We gaan het, straks een review. Review van Pam over de nachos van de Walrus. Zou ik eens liegen of niet? Niet gesponsord. No spon. Mooi uitzicht ook. Ja. Snake. Snake, ja. Wow. Super mooi weer. Ja, dat is wel een beetje jammer. Ja. Maar ja, hè? Kan niet alles hebben. Nou, wij gaan lekker eten hoor. Ja. Joejoe. Oh, ik pak nu een hele goeie hoor. Oh jee. Ja, het is heel lekker. Ik geef het toe, het is echt heel lekker. Yes. Ja. Niet doen! Nu zeg je lekker. Lekker. Goedemorgen, het is morgen. Pam, het is middag. Oh mijn god. Ik ben even naar de andere kant van de woonkamer verplaatst, want hier is net even wat beter licht en dan zit ik niet zo in de zon. Maar goed, het is dus vandaag donderdag. En ik ga vanavond iets heel erg leuks doen. Ik kan me nog niet helemaal beseffen dat dit gaat gebeuren. Maar ik ga vanavond naar het concert van Shawn Mendes. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik heb hier echt heel lang naar uitgekeken. En ik ben ook echt al heel erg lang niet naar een concert geweest. Dus daar ben ik ook heel excited over. Want ik heb dat echt heel erg gemist. En het is echt best wel bijzonder. Want dit is de eerste show van zijn nieuwe tour. Dus ja, ik vind het wel heel bijzonder dat dat in Nederland is. En dat... Ja, ik vanavond de allereerste show van de tour ga zien. Dat is wel echt heel bijzonder. Dus ja, ik ben echt heel erg excited. Ik kan echt niet wachten. Dus ik ga zo meteen naar het station en dan ga ik met de trein naar Amsterdam samen met Pip. En ik heb er echt heel veel zin in. En trouwens, gisteren was het trouwens ook nog echt heel erg leuk. Ik heb nadat Kees en ik wat we waren eten eigenlijk niks meer gefilmd. We hebben gewoon lekker bij hem thuis gechilled en Game of Thrones gekeken. En toen ben ik na het eten weer naar huis gereden. Het autorijden vond ik trouwens echt super chill. Want ik was echt best wel zenuwachtig ervoor. Maar achteraf gezien was het echt heel chill. Ik hoop dat het nu weer even een drempeltje over is. En dat ik gewoon wat vaker de auto pak. Ook als ik alleen moet rijden. Want dat is gewoon beter. En gisteren heb ik voor mijn gevoel wel een beetje die soort van angst overwonnen. Dus dat is heel erg fijn. Nu ga ik zo meteen naar Amsterdam. Yay! Lekker. Nou, we zijn binnen hoor. Kom even op! Yeah. Oké, en nu gaan we zo meteen naar binnen en ik ben even niet ready. Ik ben echt even niet ready. Laat je lichtje zien. Oh, ik heb een lichtje gekregen. Ja. Yeah! Zo, let er maar even niet op hoe ik eruit zie. Maar ik heb gisteren echt zo'n leuke avond gehad. Ja, echt geen woorden voor. Ik wil eigenlijk vanavond weer. Nee, ik ga het denk ik niet doen. Gewoon een beetje zonde van mijn geld. Als in, ik heb het gisteren echt super leuk gehad. Dus ja, misschien een beetje onzin om nu nog een keer te gaan. Het is geen onzin, maar je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, ik ben echt al de hele dag niks aan het uitvoeren. Het is 3 uur. Ik heb mijn pyjama nog aan, want ik slaap hierin. Maar ik ga zo meteen even aan school werken, want dat moet ik echt even doen. Dus ja. Zo, nou, ik heb echt de hele middag/avond Walking Dead gekeken. Ik heb ondertussen ook nog wat aan school gedaan, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb net ook lekker zitten janken om de Walking Dead, want het was erg zielig. Maar goed, ik heb dus ook wat aan school gedaan waar ik heel trots op ben. Ik moet nog wat doen vanavond aan school. En als ik dat heb gedaan, dan vind ik het wel even mooi geweest. Ik ga morgen denk ik wel even wat leuks doen met mama, want ik heb vandaag genoeg thuis gezeten. En ik heb niet al het schoolwerk kunnen doen wat ik wilde doen deze vakantie. Maar ik ben wel blij dat ik wat heb gedaan. En dan kan ik volgende week op school ook wel gewoon dingen afmaken. Dus dat komt wel goed. Even stil. Ik was even de vlog van Claire Lucia aan het kijken. Want die vlogt nu dagelijks en ik vind het helemaal leuk. Ik kijk het elke dag. Het is maar liefst 12:15. En ik lig nu in mijn bed. Ik ben echt super moe. Ik denk als ik nu mijn ogen dicht doe dat ik binnen een minuut slaap. Maar ik moet eigenlijk nog even een script leren. Ik moet maandag zeg maar 2 scènes uit mijn hoofd kennen. En ik heb best wel veel tekst. Wat ik een beetje behalen vind. Want ik heb niks gedaan. En ik zit al de hele dag er tegen op te kijken om het te gaan leren. Ik haat mezelf zo erg. Echt waar. Morgen is het zaterdag. Dat betekent dat het mijn ene laatste dag van de vakantie is. En ik vind dat echt helemaal niet leuk. Ik wil nog een week vakantie, want ik ben echt nog even niet ready om naar school te gaan. Vooral echt even niet ready om vroeg op te staan. En echt niet ready voor deze periode, want dan komen de tentamens er weer aan. En als ik ergens toch een scheidhekel aan heb, dan zijn het tentamens. Want ik word daar gewoon echt heel erg zenuwachtig van. Weet je, dat is mooi balen. Maar ja, we veranderen er niks aan, weet je. Maar oké, ik ga denk ik maar slapen. Misschien nog even tekst leren en dan slapen. Dus ik zie jullie morgen. Hallo, ik ben met mama in de Primark en ik heb best wel wat items hier hangen die ik ga passen. Dus ik dacht, misschien is het weer eens leuk om een mini pashokjes shoplog te doen. Dus dat ga ik doen. Zo, dit is het eerste shirtje en ik vond deze echt super leuk. En ja, hij staat ook heel leuk. Hij is alleen, ik heb hem in de maat M gepakt. En ik wil hem toch wel een maatje kleiner, denk ik. Want ja, ik heb hem nu in mijn broek gestopt. Maar hij valt gewoon best wel een beetje wijd. En ik vind het wel, denk ik, mooier als hij ietsje strakker valt. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En hij kost €5. Dus deze ga ik sowieso wel meenemen. Ik vind de kleur heel erg leuk. En ja. Zo, en dan heb ik deze trui. En deze vind ik echt heel erg leuk. Hij heeft een colletje en daar hou ik heel erg van. Dus toen ik hem zag hangen dacht ik, ja, dit is leuk. En hij valt best wel kort, zoals je ziet. En er staat Imagine op. Maar ik vond het leuk dat die Imagine zeg maar ook in het grijs is. Waardoor dat niet zo heel erg opvalt. Want ik hou er niet zo heel erg van als teksten echt zo bam zijn, weet je wel. Maar ja, ik vind hem heel leuk. Hij zit heel lekker. Ja, leuk. En hij kost €8. Dus ja. Soms kom ik in de Primark en dan zie ik helemaal niks. En soms kom ik er en dan vind ik bijna alles leuk. En dat heb ik nu dus ook een beetje, want ik vind deze dus ook heel erg leuk. Ik vind hem echt heel schattig. En dit is ook lekker luchtig. En ik vind die knoopjes heel leuk. En toen ik hem zag hangen wist ik niet per se of ik het leuk zou vinden. Maar ik vind het echt wel heel erg leuk. Dit was zo niet de bedoeling. Maar ja, oké, deze is in ieder geval €11. Ja, nu heb ik dus weer iets aan wat ik leuk vind en wat ik wil hebben. Ik weet niet, ze hebben dit keer gewoon echt leuke dingen in de winkel. Nou, deze trui. Ja, dit is gewoon echt helemaal mijn stijltje. Hier word ik gewoon echt heel blij van. Sowieso vind ik de kleur heel erg leuk. Maar ook die rits hier. Ik hou daar gewoon van. Die truien met die ritsen. En dan zo dat kraag. Ja, ik vind dit dus helemaal leuk. Deze ga ik sowieso nemen. Deze is €15. Ja, dit vind ik helemaal. Ja, dit neem ik. Joejoe. Nou, dan deze roze mom jeans. Ik vind het op zich wel heel erg leuk. Maar nee, ja, te veel twijfels. Dit is, ja, ik heb meestal van, ik moet of verliefd op iets zijn of anders moet ik het gewoon niet kopen. En dat heb ik nu een beetje, dus nee, het is wel leuk, maar ik ga het niet kopen. Nou, dan deze short. Ik moet zeggen, ik vind deze short echt heel erg chill voor Primark. Want meestal als ik korte broekjes van de Primark aan heb, denk ik, nou, wat is dit? Maar deze is oprecht echt chill. Hij is high waist. Mijn bil komt er niet onderuit. Dat is ook belangrijk. Maar ik kan het gewoon nog niet zo goed aan om een broekje te kopen nu. Ik bedoel, misschien is het pas over 3 maanden mooi weer. En dan koop ik nu al een kort broekje. Dat vind ik gewoon nog niet helemaal nodig. Dus ja. Ik heb een nepbril gekocht voor de fashion. En ik kijk Wie is de Mol. En ik ben super zenuwachtig wie de Mol is. Ik ben echt heel benieuwd. Maar ik haat deze uitzending wel nu al. Want dit duurt veel te lang. Dit was het eerste jaar dat ik Wie is de Mol keek. En ik vind dit allemaal veel te lang duren. Al die terugblikken. Ik wil gewoon weten wie de Mol is. Laat me met rust. Het is overigens gewoon een zonnebril van de Primark. Maar ik heb de glazen eruit gehaald. Dus ja. Ik weet niet zo goed of ik dit nou echt ga dragen. Maar ik vind het gewoon leuk. En ik zocht al heel lang naar het goede modelletje om dit mee te doen. Dus I found it. Nou, met deze bril lijk ik wel de Mol. Oh, zeg het alsjeblieft. Zeg het! Ah, ik vind het echt spannend. Oh my god, spannend! Oh, raad me op. Zeg het. Ik heb mijn kippenvel. Oh mijn god, ik heb op Merel ingezet. Dus ja, wie is de winnaar? Oh ja, fuck, die is er ook nog. Spannend. Wat in de laatste test? 37 vragen. Yes, Sarah is de winnaar. Yay! Nou, ik ben weer lekker terug in Tilburg. We zijn vandaag met de auto naar Tilburg gereden. En daar ben ik echt super blij mee, want er was alleen maar gezeik met de treinen vandaag. Dus ik ben heel blij dat ik dat even lekker niet heb meegemaakt. We hebben net even lekker bij Vapiano gegeten in de stad. En nu ben ik weer thuis. En nu wil ik heel even deze weekvlog afmaken. En dan ga ik zo meteen lekker naar Kees. En dan zie ik Bjorn en Dirk ook weer. Dus dat is super gezellig. Maar dat ga ik gewoon voor deze vlog even laten. Want dan kan ik hem nu afmaken. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!